Hi allemaal, ik ben Jelena en het is weer tijd voor een gloednieuwe aflevering van Q-Time. De laatste keer hadden we twee semi-kampioenen die naar Guyana zijn geweest om daar hun bodybuilding en mensfysiek titels, of tenminste te gaan kijken hoe sterk ze staan in Guyana. Vandaag zit ik met de kampioenen, want er zijn ook anderen gegaan en ze hebben beide de eerste plaats behaald. Vandaag zit ik met Charelle Meijer en Anthony Nekreu. Hi allemaal. Hi, hi. Hi. Hoe gaat het met jullie kampioenen? Goed, goed, goed. How does it feel to win? It feels great. Geweldig. Het is echt een geweldig gevoel. Ja. Ik hoorde van die twee anderen dat het toch wel best wel een heel korte periode was. En weinig tijd hadden om zich klaar te maken. Maar hoe was de periode voor jullie naar deze competitie toe? Wij hadden toch wel, omdat de SBWB had... Eigenlijk ergens aan het begin of in februari. Wee. SBWB is de Surinaamse Bodybuilding en Weightlifting Bond. Zij hadden dus ergens begin van het jaar, hadden ze dus een jaarprogramma doorgestuurd. En sinds toen heb ik gelijk aan Anthony gezegd van, hey, ik wil meedoen aan Stage of Champions en aan de nationale kampioenschappen. Die zijn dus in november. Dus wij hadden toch wel een beetje meer tijd om ons er naartoe voor te bereiden. Of ik althans, maar Anthony is toch iets later dan mee begonnen, hè? Ja, ik had wel het idee om mee te doen, maar het is een dure sport. Dus ik had wel zoiets van, oké, ik moet eerst dat met mijn sponsor regelen. Voordat ik zeker weet dat ik ervoor kan gaan. Oh ja, en ik had ook een blessure. Een blessure, ja. Dus ik dacht van, nou, laat me even kijken hoe dat gaat. Uiteindelijk ging het wel een beetje dus vandaan. Ja, ik had ook een blessure trouwens. Okay. Die kreeg ik exact op 8 maart, dag van de vrouw, en daarom vergeet ik het nooit meer. kreeg ik een blessure aan mijn elleboog. Oh, ja. En ik heb 2 maanden lang, dus ik heb wel getraind. Ik heb 4 maanden in totaal getraind, ook 4 maanden gedieet. Maar mijn bovenlichaam kon ik 2 maanden lang niet trainen, omdat je daarvoor echt je armen nodig hebt. En ik kon mijn elleboog echt niet gebruiken. Dus pas de laatste 6 weken heb ik mijn bovenlichaam kunnen trainen. En het is je ook nog gelukt, want je bent als eerste uit de bus gekomen. En jij bent, want jij, even voor de duidelijkheid, Charelle heeft meegedaan in de bikini fitness ronde. En Anthony heeft meegedaan in de bodybuilding ronde. Ja. So, we hadden het over... de hele de voorbereiding naar de competitie toe. Met blessures en everything is het toch gelukt. Is het sponsors binnenhalen voor jullie een stuk makkelijker geweest? Nee, ik heb heel veel uit eigen middelen gedaan. Echt ontzettend veel heb ik uit eigen middelen gedaan. En last minute heb ik toch nog wat sponsoren naar binnen kunnen krijgen. Wat ik echt bijzonder vond is dat we... wij atleten, we hebben het sowieso allemaal moeilijk. En er zijn atleten in Suriname die al een stukje verder zijn. En die weten wat het is geweest, of hoe het is geweest om daar te komen. Dat ze het ook heel moeilijk hebben gehad, wat sponsoring en dergelijke. En daarom ben ik enorm happy met Mienza Rensch. Zij is een vrouwelijke arbiter die internationaal opereert. Zij heeft me ook wel gesponsord, mijn rood daar naartoe. Dus ik ben haar enorm dankbaar. Bakrey Fernandez is het laatste moment ook ingekomen. Ja, Supreme. Yeah. Natuurlijk, ja, is Supreme. Mis, Natuurlijk is Supreme ook wel gesponsord. En Dave Aarde, die hoort ook bij Supreme thuis en die heeft me ook wel gesponsord. Dat zijn mijn sponsoren geweest. Maar voor overal heb ik echt alles uit eigen middelen moeten doen. Wow. Mm. En voor jou? Voor mij was het moeilijk sponsoring binnen te halen. Uiteindelijk heb je een paar vrienden die zeggen van, ay, mooi jeppie. Mm-hmm. Een paar... bedrijven die zeggen wat toe. Ik heb wel wat bedrijven die uiteindelijk wat hebben gegeven. Shirali Autocare, die heeft wat gegeven. Wexaholic, Dinesh Sitaram van DS Enterprises. En Alex van Executive Design Contractors. Die hebben dus wel wat gegeven. Maar veelal heb je het ook van vrienden die gewoon weten van hoe je struggelt en wat voor goal je hebt voor ogen. En dan moet je langer was aangie. En in de meeste gevallen moet je in je eigen zak gaan, hopende op die toezeggingen die zijn gedaan. En dan uiteindelijk, je kiest wat aan binnen. En natuurlijk, het is eigenlijk ook een gok voor mij althans, dat je neemt om alvast in je zak te gaan,
achteraf wat sponsoring te krijgen. En ook nog dan, vooral als er geldprijzen zijn, die te winnen, zodat je dat een beetje terugkrijgt. Ja. Dat, zo gaat het. Als jullie, het is dan extra intens, moet ik me dan voorstellen, want je moet je focussen op je lichaam ready maken voor de competitie. En dan nog die externe dingen, want het is ook een beetje onzekerheid. Maar dat hebben jullie allemaal overwonnen, want jullie zijn tot de Guyana beland en jullie zijn ook nog als winnaars uit de bus gekomen. Klopt. Klopt. Wat ik me altijd afvraag is bij deze sport, bikini, fitness, bodybuilding, mensfysiek. Je staat daar zo open en bloot. Kleine broekjes voor de heren, bikinis zo voor de vrouwen. Is dat niet nog meer stress voor je? Of is dat juist die kick dat je daar kan staan en you can just show off all those muscles en weten ervan, I look damn good. Ja, kijk, je hebt er zo hard voor gewerkt. Dus op dat moment ben je like super happy en je drukt alles wat je hebt om te laten zien van hey, look hoe hier, hè? Dit is wat ik heb. Ik heb ervoor gewerkt, dus liever kijken jullie ernaar. Dus ja, het voelt, dat is volgens mij het moment waarbij je eigenlijk alle stress die je hebt gehad van het trainen, van het diëten, weet je, volgens mij is dat het moment waarbij je jezelf echt een beetje kan laten gaan en kan laten zien wat je, hoe het was die hele periode, zeg maar. Kijk, het staan poseren daar, het is wel even wennen. Voor een aantal mensen die ik ken, waarvan ik denk van, hey, waarom doe je niet mee? Is dat wel iets wat ze aanhalen van, oh, dan moet ik daar staan in mijn broekje en poseren. Ook dames. Maar het is echt een broekje, hoor. Ja. Maar kijk, je moet toch wel durven. Vooral omdat, kijk, bij bodybuilding ben je rechtstreeks met het publiek bezig. Ik ben het kickboksen gewend, waarbij je ook publiek hebt, maar ik ben dan bezig met mijn tegenstander. Mm-hmm. Ik vecht met mijn tegenstander en het publiek die schreeuwt. Maar in dit geval is het echt rechtstreeks met het publiek. Je moet echt een show geven, je moet echt daar staan en laten zien wat je hebt. Dus het is wel een kwestie van wennen. Uiteindelijk heb je zo hard getraind om alle spieren te ontwikkelen, alles dat je hebt. Zelfs spieren die mensen nooit hebben gezien, moet je gaan ontwikkelen. En je probeert zo droog en gedetailleerd te zijn. Zelfs je bilspieren, in mijn geval is het gelukt, om die strijes op mijn bil te krijgen. Dus eigenlijk wil je dat je broek zo klein mogelijk is. Dat zodat echt serieus alles te zien is. Dus uiteindelijk overwin je die freeze een beetje wel. En, want je wil laten zien wat je allemaal hebt getraind. En ik zal dit ervan zeggen. Ik denk dat we allemaal dat hebben. Dat het moment voordat je... Ik ben model geweest, dus ik heb jaren op de planken gestaan. Dus eigenlijk zou het voor mij super makkelijk moeten zijn. Maar het moment voordat je op moet gaan, heb je even zenuwen. Eventjes. Maar het moment je dan op de planken bent en je bezig bent jezelf te showen, gaan die zenuwen gewoon helemaal weg. En het is heel erg belangrijk dat je je routine goed kent. Dat je voldoende hebt geposeerd, echt hebt geoefend. Want veel mensen onderschatten het poseren. Je hebt bodybuilders die een verschrikkelijk mooi lichaam hebben. Maar wanneer ze on stage zijn, laten ze niet zien wat ze hebben. Er zijn er wel anderen die een beetje minder goed getraind zijn of afgetraind zijn dan hun. Maar ze weten hun lichaam zodanig te laten zien dat zij uiteindelijk met de prijs ervan doorgaan. Dus het poseren is super belangrijk. Het is net zo belangrijk als het trainen. Dat je oefent. Dat je routine zodanig goed kent. Dat je spieren zodanig goed kent. Dat je precies weet, ook al sta ik met mijn rug naar het publiek toe, weet ik precies wat ik moet aanspannen, zodat je dat gedeelte van je rug beter kan zien of dat gedeelte van je bil beter kan zien. Dus dat is wel echt ook belangrijk. En als je je routine heel vaak hebt geoefend en je hebt hem echt onder de knie, dan is de rest daarna gewoon een walkover, zeg maar. Gaat het makkelijk. Ja, spoken track like a true champion, zou ik dat zeggen. I've been trained by the best. Oké, je hebt nu gewonnen. En toevallig was ik vorig jaar voor het eerst naar mijn eerste bodybuilding wedstrijd in Suriname. Ik ga niet voor jullie jokken, it's not my thing. But I support you guys. En dan heb ik nu, ik heb Suriname meegemaakt, jullie zijn naar Guyana gegaan. Wat is het grootste verschil, competition-wise, voor jullie beiden? Grootste verschil? Ik zal dit ervan zeggen. Toen ik in Suriname heb deelgenomen, heb ik alleen maar tegen superjonge dames deelgenomen. Net in de 20 of zo. Geven alle, heeft kinderen.
Ik was de oudste. Oké, Eugene was ook de oudste, hoor, maar dat geeft niet. Maar het leuke ervan was, ik was heel erg onzeker over mijn buik. Ik heb apps, ik heb echt apps, om u tegen te zeggen, meer dan die dames die ik tegen wie ik toen was uitgekomen in Suriname. Maar je moet denken, je hebt kinderen gehad, dus je hebt een beetje loose skin. En ik had wat loose skin aan mijn navel, rondom mijn navel. En ik ben heel erg onzeker over dat gedeelte. Maar toen ik de Sigiane aankwam, bleek dat allemaal ook moeders zijn. Allemaal hadden ook een beetje loose skin bij mijn buik. En was like, halleluja. Dat gaat dan niet ervoor zorgen dat je niet wint. Ja, dat ik niet win. Okay. En dus, voor jou? Sorry hoor. Je hebt meerdere atleten van meerdere landen, verschillende landen. Dus je bent alvast niet in je eigen land. Je hebt maar een paar supporters. En er zijn atleten van verschillende landen. Dus het publiek is niet per se aan één kant. Dus voor één atleet. Natuurlijk voor de Guyanese atleten schreeuwen ze. Maar het is, dat is voor mij het verschil. Eén, je bent in een hele andere environment. Ander land. Het is gewoon anders. En eerlijk gezegd vind ik dat een beetje uitdagender en leuker om in een ander land. Want ik ben daar de underdog. Ik presteer beter als een underdog. Weet je, dus dat is voor mij altijd een grotere challenge en dus voor mij leuker. Ik vind het persoonlijk wel leuker als er voor jou wordt gegild. Dus ik was blij dat we wat support, Surinaams support daar zo hadden. Die luider gilden dan die hele Guyanese. Dus dat vond ik wel. Ja, want je hebt dat wel nodig. Want op een gegeven moment, je kent je routine, je weet wat je moet doen. Maar als iedereen gewoon stil zit en naar je zit te kijken, dan denk je mezelf, hé, wat doe ik verkeerd? Snap je wat ik bedoel? Dus is wel altijd fijn als je toch supporter bij hebt. Ja, precies, precies. Nice. Oké, nu zijn jullie geweest. Jullie zijn terug. Jullie zijn kampioenen. Ik heb me dus laten vertellen, een beetje educated. Het is best wel een dure sport. Dus het is moeilijk met sponsors. Mijn laatste vraag naar jullie zou zijn, hoe zouden mensen die nu kijken ook jullie sportcarrière beter kunnen supporten? Want misschien is het niet te geld, maar hoe zou je kunnen jullie like, betere ondersteuning krijgen om betere resultaten te boeken? Kijk, in de meeste gevallen is het sowieso wel het geld dat je nodig hebt om die supplementen enzovoort te gaan kopen. Maar ik heb ook wel, bij mijn vorige deelname heb ik ook wel vrienden gehad waarvan ik had gezegd van, hey, als je me wil ondersteunen, het kan. Ik hoef het geld niet, maar dit is wat ik nodig heb. Ik heb zo'n lijstje. Zeg, dit is wat ik nodig heb. Kijk waarmee je me kan helpen. Dus als er mensen zijn of sponsoren zijn die niet per se het geld zeg maar, willen geven, zou het wel een product kunnen. Als ze dus in contact met de studio, weet je, dan kunnen we misschien ook sparen en kijken wat we nodig hebben. Misschien ook direct aangeven of het via social media of er een nummer is, zodat ze jullie kunnen bereiken. Mijn nummer is 8787210. Van mij is 88 3x3 73. Wat ik, ze heeft het al gezegd, soms, in de meeste gevallen tenminste bij mij, wat ik doe, ik benader af als mijn vrienden en sponsoren. En ik zeg altijd, elk beetje helpt. Als je 10 mensen hebt die een €50 zetten, heb je al heel ver. En kijk, bijvoorbeeld gisteren, ik was in de slager, een mattie van me komt, hij zegt, hey, fristerie man en zo. Ik zeg van, ay, man, oma, focus op Aruba, eind september. Maar dat, oké, dat zou je doen. Ik zeg, ik ga vlees kopen, kip. Maar dat, oké, maar kip, maar heb je geen steek nodig? Ik zeg van, ay, steek is even duur, maar bij mijn kip. Hoeveel heb je nodig? Noem maar, 2 kilo. Tikkie, maar bij. Weet je, dus dat soort kleine beetjes. En ook, die ik helpen. Heb andere vrienden die bijvoorbeeld eieren doen. Ze zeggen me van, hey, kom twee rekken eieren halen elke maand of elke week of zo. Dus dat soort kleine beetjes, gewoon in producten, dat helpt heel veel, vooral wat voeding betreft. Dus als er mensen zijn die, of bedrijven die in voeding wat kunnen missen, slagerijen of mensen die eieren verhandelen of zo, dat is al heel veel. Snap je? Right. Nou, ik hoop van harte dat jullie lukt en ik denk het ook haast wel. En ik vond het bijzonder fijn dat jullie hier bij mij op de bank wilden zijn. En ik kan niet wachten om te zien wat in Aruba gaat gebeuren en wat in november gaat gebeuren. Ja, ik ga trouwens ook naar Aruba. Oh, oké. Okay. Ja. Wat er 2 keer in Aruba gaat gebeuren en 2 keer in november. Thank you for coming. Yes, thank you for having us.
En jullie thuis ook voor het kijken. Vandaag waren Anthony Negro en Sharelle Meyer, die beide kampioen zijn geworden bij Stage of Champion in Guyana. En ze gaan naar Aruba en in november doen ze ook mee met de nationale kampioenschappen. Als je ze wil helpen, stuur ze een berichtje. Hun nummer komt in beeld. En help deze Surinamers, zodat zij ook gewoon kunnen focussen op deze sport en kunnen blijven winnen. And remember, your time plus my time is cue time. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.